Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 16 maart 2016. KLM verdwijnt voor de lobbyisten van de Elite Moordenaarsclub. Dat heb ik de afgelopen jaren al heel vaak uitgelegd. De elite van Nederland is niet geïnteresseerd in het behoud van de rechtsstaat en het behoud van hun bedrijf voor Nederland. Ze zijn geïnteresseerd in hun lobby. Ook als daarvoor mensen worden vermoord, ook als daarvoor bedrijven verdwijnen. Het is nog maar de vraag of KLM wel gered kan worden. Omdat de Fransen een supermachtig chantagemiddel hebben. Namelijk de corruptie bij het internationaal strafhof. De Fransen weten heel erg goed dat door de corruptie bij het internationaal strafhof Nederlandse dictatoren in het parlement en ook de Nederlandse dictatoren op de lobby, de Hague Security Delta, vrij uitgaan. En dat allemaal onder leiding van de koninklijke familie. En dat betekent dat die Fransen weten dat deze lobbyclub de MH17 opzettelijk heeft veroorzaakt. De Fransen kunnen dus zodanig communiceren dat ze krijgen wat ze hebben willen. Wanneer stopt dat? Nou, dat stopt pas als het volk weet wat er aan de hand is binnen het internationaal strafhof. Hoe onze rechtspraak, advocaten, professoren, CEO's van bedrijven samen regelen wie er gefolterd en vermoord moeten worden. Pas als dat systeem duidelijk is bij het volk, kan het volk het behoud van bedrijven gaan opeisen. Nu heb ik recht op het arbeidscontract interim minister-president, omdat ik de enige in Nederland ben met rechtsgeldig bewijsmateriaal voor deze lobby en deze moordenaarspraktijken. Ik ben er zelf ook slachtoffer in. Ik heb een grondwet geschreven voor de Republiek Nederland en een wet verkiezingenreferendum 2016. Dat is een nieuwe kieswet, een nieuwe referendumwet bovenop de grondwet voor de Republiek Nederland. Dus dan gaat de koninklijke familie eruit. Dat bespaart ons 1 miljard aan lobbykosten. Dat levert ons 37.000 fulltime arbeidscontracten op een minimumloonsalaris per jaar op. Dus er zijn jaarlijks 37.000 mensen meer aan het werk. En het zorgt er ook voor dat het volk de macht krijgt over de grootte van de lobby. De grondwet voor de Republiek Nederland eist dat elke burger voor elk conflict een oplossing presenteert bij de arbitragerechtbank. Dat betekent dus dat onze hele bureaucratie wordt omgezet van een psychopathische treiterbureaucratie in een oplossingsgerichte bureaucratie. Op elk niveau in de samenleving, dus van werklozen, werkzoekenden, gehandicapten, personeel, het vakbondsgebeuren, het lobbygebeuren, het bedrijfsleven. Alles en iedereen moet wettelijk verplicht een oplossing presenteren. Dus daar moet je ook je hele dossier op bouwen, je hele mentaliteit op inrichten. Als je dat doet, krijg je een enorme macht over het buitenland. Want je kan namelijk eisen in het buitenland dat de onderhandelaars, de bedrijfscontracten, voldoen aan de eisen van de grondwet voor de Republiek Nederland. En dat is, ja, als je hier in Nederland bent, moet je wel een oplossing voor een conflict kunnen presenteren. Dat zorgt voor behoud van de Nederlandse bedrijven, de Nederlandse cultuur, het Nederlandse eigendom. Wij bouwen onze eigendom, ons financieel eigendom op ons eigen grond. Dan die verkiezingen, wet verkiezingenreferendum. Ik heb hem net af. Het is een nieuwe verkiezingswet, referendumwet, die bestaat uit het standaard kiezen met potlood en papier, uit een internetgrondwetreferendum en uit een internetraadgevend referendum. En dan is het de bedoeling, toegespitst op technologie, dat we met z'n allen één keer per week kunnen inloggen op een datum voor een referendum in de provincie. En dat we dan kunnen stemmen gericht op het corrigeren van wetten en bedrijven. Het komt erop neer dat het volk heel veel stemrecht krijgt en heel veel bijstuurrecht krijgt. Het volk krijgt eigenlijk een cadeautje. En dat cadeautje is dat je personen die een bedrijf slecht beheren uit hun arbeidscontract kan stemmen. Je kan 2 miljoen handtekeningen verzamelen
voor een nationaal grondwetreferendum. Dat betekent 2 miljoen kiesgerechtigden moeten een nationaal grondwetreferendum willen om een wel heel belangrijk persoon van Nederland uit een arbeidscontract te stemmen. Weg ermee. En dan is het aan de politieke partijen om kandidaten te presenteren via een interne verkiezing op een kandidatenlijst. En die kandidaten die moeten dan professioneel zijn. En dan kan het volk tegelijkertijd iemand die wel geschikt is voor een functie in een arbeidscontract stemmen. Zo'n bedrijf als KLM is van levensbelang. Voor zo'n arbeidscontract kan je, als het bedrijf faalt, dus iemand wegstemmen en ook iemand instemmen. Dan heb je nog een raadgevend referendum. En dat is echt het bijsturen van beleid. Als er wetten komen, verdragen komen, de lobby deugt niet, de gevolgen voor het milieu deugen niet. Bijvoorbeeld zo'n chemieramp in Moerdijk. Dat hele gebied rond Rotterdam, dat is explosief. Nou, als daar fouten worden gemaakt, dan heeft meteen iedereen daar heel veel last van. Nou, als personeel ziet dat er slecht beleid is en er worden grote fouten gemaakt en ze verwachten een ramp voor Nederland, dan kunnen ze 1 miljoen handtekeningen verzamelen om een nationaal raadgevend referendum op te eisen. Of ze kunnen minder handtekeningen verzamelen en dan eisen ze een provinciaal referendum. En dat provinciaal referendum, dat draait op 40%. Dat kun je starten als je 40% van de kiesgerechtigden in de provincie hebt. Nou, een provincie en een gemeente kunnen heel snel zo'n referendum aanvragen, organiseren. Het volk kan heel snel iets realiseren en dan kan je dus als burger het wanbeleid bijsturen voordat er rampen gebeuren. Wat nu met KLM? Ja, ik ben niet aan de macht. Ik kan nu niet in de psychologie aan het volk uitleggen. Als ik aan de macht ben, dan is dat voor 90 dagen. Omdat ik het lichamelijk niet aan kan om echt minister-president voor 4 jaar te zijn. Maar in die 90 dagen ga ik wel de psychologie uitleggen. Iets wat natuurlijk niet gebeurd is. Het volk wordt meum gemaakt onder de lobby. Dat is iets anders dan de psychologie van processen uitleggen. En uitleggen hoe de burger moet handelen voor zelfbehoud. Wat ga ik doen? Nou, vandaag gaat mijn wet verkiezingen referendum naar ambassades. Hij gaat in het Engels naar ambassades. Ik heb hem vertaald in het Engels. Hij gaat dus in 2 talen de wereld over. En dan zal het wel weer Poetin zijn die daar als eerste mee handelt. Het is niet helemaal alleen Poetin. Het is ook Hongarije, Oostenrijk. Alleen die doen dat weer Europees beschaafd. En Poetin die doet dat gewoon iets botter. Nou wil ik even niks meer met Poetin te maken hebben. Dat weet hij ook. Dus ik ga naar Dmitri Medvedev. Dat heeft te maken met het internationaal strafhof. Oké, het volk moet eisen dat we een republiek worden. Nederland moet een republiek worden. En ik ben de enige die dat kan regelen. Het kan binnen 48 uur geregeld zijn. En dan heeft het volk heel veel meer opruimmacht en controlemacht. Dag.